Er is helemaal niks meer van over. Ik kan helemaal niks meer gebruiken. 20 jaar lang stond Kees al in zijn winkel. Een prachtige zaak, net opgeknapt en nu dus helemaal verwoest. We steen door de ramen en een grote brandbom naar binnen met een hele jerrycan met benzine van 20 liter of zo. Ongelooflijk. Ja, dat is zeker ongelooflijk. Een getuige heeft gezien hoe een onbekende man zaterdagnacht de zaak van Kees en Lies in brand stak. De man was helemaal in het zwart gekleed en zijn gezicht was bedekt. Hij is nog niet aangehouden. Politieonderzoek is in volle gang. Als je brand krijgt door kortsluiting is het natuurlijk totaal anders dan dat ze het moedwillig doen natuurlijk. Ja. Heeft u het gevoel dat iemand het op u gemunt heeft? Nou ja, ik zou niet weten wie. Ja, het is wel persoonlijk volgens mij. Ja, maar ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Komt u vanochtend even om ze een hart onder de riem te steken? Ja. Ik ben op vakantie geweest en dan komen ze thuis en dan is dit nou afschuwelijk. Zo'n mooie kraam, zo mooi. Maar hoe voelt dat als iemand jouw zaak, jouw levenswerk? Ja, dat voelt natuurlijk heel rot. Maar ja, je kunt er niet te lang bij stil blijven staan. We moeten gewoon verder, want anders hebben we geen inkomen natuurlijk. In de nabije toekomst hopen Kees en zijn vrouw de winkel weer te kunnen openen. En voorlopig nog even samen in de krappe kar. Af en toe even, ja, dat gaat wel eens door. Geeft u hem even een por. Ja.